Toen Jenner, we zijn terug met nu 27 punten. Met Duno 2 gaat best lekker. Ja, Duno 2 gaat het voor de rest niet slecht. Maar er hadden wel wat punten meer kunnen zijn. Maar het heeft wel met bepaalde factoren te maken dat we die niet hebben. Dat komt iedere keer terug bij ons, dus dat probleem. We hadden het net al even erover. 6 punten te weinig. Wat bedoel je ermee? Ja, dat we gewoon 6 punten meer hadden kunnen halen als we gewoon bepaalde discipline hadden gehad. En dat is een beetje een probleem binnen Duno 2. Ja? Snel aangeslagen, dan gaan praten tegen de scheidsrechters. Ja, krijgen ze tegen, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. Toch staan jullie op plek 4, wat voor Duno best een goede score is. Nou, we staan gedeelde tweede met nog 3 andere ploegen. Honselsdijk, Schavenzande en ik dacht dat Velo er nog even dichtbij zat. Ja, ploegen die wij eigenlijk allemaal kunnen hebben. Ja, eigenlijk alle ploegen kunnen hebben, behalve tegen Dira, daar zijn we ondersteboven letterlijk geschopt. Ja, dat is gewoon echt waar. Tegen die andere ploegen hebben we allemaal aardig kunnen voetballen. We gaan ook wel steeds beter voetballen, laten we dat wel wezen. Want ik ben niet negatief over de ploeg, laten we dat wel zijn. Maar het is een klein beetje te vrijblijvend. En daardoor hebben wij ook 6 punten verloren. Ja. Als we kijken naar de toekomstige wedstrijden, zijn het allemaal Westlandse ploegen. Hoe schat je altijd die wedstrijden in tegen het Westland? Dan spelen we altijd tegen 12 man. Want dan zijn we bijvoorbeeld hebben we een scheidsrechter tegen. En dat ga ik niet zeggen, oh, ja, komt hij weer. Maar dat is echt heel vaak gebeurd. Ja, dat we echt heel veel problemen hebben met de scheidsrechters. Die toch duidelijk in het voordeel van de Westlandse ploegen fluiten. Dat is echt duidelijk. Ja, en dat is toch wel. Ja, meestal zie je ook dat ze een connectie hebben met de club waarvoor ze fluiten. En dat vind ik wel heel jammer. En daar hebben wij als jonge ploeg hebben we er heel veel moeite mee. Om gefocust te blijven, concentratie, niks ervan aan te trekken. En laten ons door het spel, laten we ons provoceren. En dan hebben we vaak of een rode kaart of we met 10 man verder moeten. Zoals recent hier tegen Monster. Gewoon nergens voor nodig. Zijn we ook met 10 man, zijn we gewoon een veel betere ploeg. Alleen dan gaat hij er niet in. Dat is ook een beetje een probleem bij ons. Scoren, we hebben weinig scorend vermogen. Ondanks dat we legio kansen krijgen. Maar goed, ik moet ook niet zeggen, we hebben ook gewoon 9 wedstrijden gewonnen. Laten we wel wezen. Maar ja, op dit moment ben ik gewoon heel eerlijk in, ben ik niet tevreden. Dat is, laten we wel heel duidelijk zijn. Geen tevreden trainer. Wel een toekomst tegemoet. Hoe schat je de toekomst in voor Duno 2? Ja, daar zitten veel jonge jongens in. Daar hebben we mee te maken. Ik ben van een andere generatie. Ja, dat die generatie geloof, die merk ik nou wel heel erg. Dat is wel zo. Ik vind het nogmaals, ik vind het te vrijblijvend. En als die vrijblijvendheid bij de jongens blijft, dan ben ik daar best wel een beetje negatief over voor de toekomst voor Duno. En dan hebben we over uitzonderingen naar. We hebben een relatief oud eerste elftal. Ja, met veel 30ers erin. Dus er moet een opvolging komen. Dat kan uit de tweede elftal gehaald worden. Maar dan zullen ze dus altijd bereid moeten zijn om minimaal 2 keer in de week te trainen. Ja, en dan word je wat ouder. En dan en als je alles maar zegt, nou ja, dan kijken ze het raam en het slecht weer. Ja, en dan ga ik vanavond maar eens niet trainen. Of ik moet er dan weer in 1 keer werken of zo. Want dat soort dingetjes. Dat weten ze altijd dan vlak voor de training, weten ze net of ze moeten werken. Ja, dan is het niet goed. Dat moet echt veranderen. En tenzij Duno natuurlijk kiest voor, het maakt ons eigenlijk allemaal niet zo uit. Dat is natuurlijk wat anders. Maar dan moet je mij niet hebben als trainer, want dan ben ik gewoon niet de juiste man op de juiste plek. Want ik vraag gewoon heel veel van mijn jongens. Van die jongens zitten dus jonge heren tussen. Zie je toekomstige talenten voor het eerste tussen zitten? Ja, er zitten gewoon 7 jongens in die in de toekomst gewoon het eerste kunnen spelen. Daar ben ik van overtuigd. Er zou wel een knopje om moeten. Ja, wil je voor, als je bij je club, en dat meen ik echt, Duno is een fantastische club. En ook die jongens zijn ook fantastische gasten, want buiten het veld zijn ze allemaal even aardig en wel goede gasten. Maar je moet er natuurlijk ook wel wat voor over hebben. Ja, wil je in het eerste elftal spelen? Ik heb natuurlijk op iedereen commentaar hebben. Ja, maar je moet er wel wat voor over hebben om het de stap naar het eerste elftal te maken. En ik denk als je in het eerste speelt van Duno, dat je hartstikke veel support hebt hier zo. Ja, dan kijken ze toch een beetje tegen je op. Kijk je jeugdspelertjes tegen je op die nou in de jeugd spelen. En die waar ze nu misschien ook samen mee hebben gespeeld, die kijken een beetje tegen je op. Is toch leuk, weet je wel.
Je komt af en toe in de krant of weet ik veel. Het is gewoon een hele leuke ervaring. Ja. En dat is denk ik wel dat ze zich moeten realiseren. Willen ze voor Duno blijven spelen? En buiten dat, als je een jonge jongen in Duno 1 komt, zijn er altijd weer clubs die naar je komen kijken. En als je kom je in de derde of tweede divisie, kan je ook nog een paar knaken verdienen binnen voor je voetbal. Ja, en dat is toch altijd leuk als je hypotheek hier iedere maand erbij verdient. Ja, toch? Zeker. Ja. Hoe schat jij de toekomst in van Duno 1? Goed. Ja, die zullen zich handhaven. Maar de toekomst voor dit elftal is eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje raar, het gaan allemaal richting de 30 en daarboven. Ja, 1 seizoen, misschien nog 2 mee. Maar dan moet de afwisseling van de wacht komen. Maar ze blijven dit jaar er wel in. En die talenten zullen dan komen uit Duno 2? Ja, in ieder geval uit de jeugdopleidingen, misschien uit Duno 2. En misschien komen er nog eens wat aanlopen, dat weet je ook niet. Ja, die misschien van andere clubs die graag in het eerste elftal willen spelen. En misschien een stap kunnen maken. Patrick Demmers is er volgend jaar weer bij. Ben je er volgend jaar ook weer bij? Ik ben er nog niet helemaal uit. Dat ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik wil wat dingen veranderd hebben. En dat is eigenlijk van de vrijblijvendheid af. Ja. Want nogmaals, dan ben ik niet de juiste trainer hier zo. Ik ben daar nog te fanatiek voor. Ik eis veel van mijn jongens. Ja, en dan kunnen ze er veel voor terugkrijgen. Ik ben er nog niet uit. Er komt nog een tweede gesprek. Misschien nog wel een derde gesprek. Maar er zullen wat dingen moeten veranderen. Duno gaat op naar 100 jaar van bestaansrecht. Denk je dat we het gaan halen? Ja, zeker. Duno is een fantastische club, man. Echt. En als ze deze club nog een veld erbij zou kunnen krijgen. Ja, dan zijn de groeimogelijkheden enorm voor deze club. Want het is een hele sociale club. Ik ervaar het als een zeer prettige club. Prettige mensen. En ja, die ook staan voor ook een oude garde die echt staat voor de club. En ik denk dat het ook in de loop der jaren ook afgewisseld gaat worden. Ja, dat de jongens daarin blijven. Duno is gewoon een prachtige club, man. Echt. Zijn we er volledig van overtuigd? Daar ben ik volledig van overtuigd. Ja, ja, ja. Met heel veel groeimogelijkheden. Echt. Dankjewel. Dankjewel.